Breda Nu. Je weet het meteen. Jarenlang hebben veel Bredanaars het niet meer gezien. Het kunstwerk van Hugo Brouwer aan de gevel van de voormalige Rijks-HBS in de Nassaustraat. Nu is het, volledig gerestaureerd, weer te bewonderen bij het Graaf Engelbert College aan de Ganzerik. Ik heb dus vanaf 1963 meegemaakt hoe dat kunstwerk voor alle leerlingen van de school de ingang en de uitgang was. En toen de school gesloopt werd, heb ik van begin af aan ernaar gestreefd dat het kunstwerk bewaard zou blijven. Ik was 9 jaar toen dit werd, 8 jaar toen ik dit werd gemaakt. En ik herinner me nog dat het werd gemaakt. Dus ik heb bij ieder kunstwerk wat ik zie, hij heeft veel grote kunstwerken gemaakt, veel monumentaal. Heb ik altijd een betrokkenheid, omdat ik het ook heb zien ontstaan. Want ze hebben er in de tijd een appartementencomplexje voorgezet. Dus de laatste 20 jaar had niemand het monument nog gezien. Maar ik wist het dat het daar stond. En toen de school daar gesloopt werd, hebben wij onmiddellijk als werkgroep gezegd, daar moeten we wat aan doen, dat moet hier naartoe. En zoals je ziet is het gelukt. Het heeft bijna 4 jaar geduurd voordat we zover waren. Voordat we de techniek hadden om het te slopen, want dat is een heel moeilijk, dat is met een speciale zaak eruit gehaald. En voordat we hier weer stonden. Het wegnemen op de originele locatie, ja, dat heeft heel erg gekost, ja. Met de kettingzaag hebben we al die blokken, dat waren allemaal wel blokken, maar we hebben ze allemaal opnieuw los moeten zagen, want dat was allemaal met cement aan elkaar geplakt, zeg maar. En dat was een behoorlijk zwaar kawaii, ja. Ja, sommige blokken wegen tot 80 kilo. Ik ben echt ontroerd dat dit is gebeurd en voor elkaar is gekomen. En ik ben ook heel blij erom. En naarmate ik hoe ouder ik word, hoe trotser ik word en ben op het werk van mijn vader. Een heel symbolische voorstelling. Met op het linkerpaneel staat dan het kind bij de moeder. En daar zie je vervolgens het kind dat door de school geleid wordt, gezeten op een paard. Dat is dus in feite de schoolloopbaan. Hè? En de leraar die heet de teugel, dus die leidt het kind door de school heen. En aan de rechterkant zie je het resultaat van de opvoeding. Links staat een jongen die gewapend met schild en zwaard gewapend is tegen de draak die in het midden staat. Dat is de Minotaurus. Die verbeeldt de gevaren van de samenleving. En aan de rechterkant staat een meisje met de horen des overvloeds. En het is bijzonder omdat toentertijd was die Rijks-HBS de enige school waar jongens en meisjes zaten. En de kunstenaar heeft dat in dat tweede paneel ook benadrukt door aan de ene kant de jongen weg te zetten en aan de andere kant dat meisje. Ik vind kunstwerk heel mooi, ja. Ik vind het mooi dat het zo'n verschil is met de rest hier van de omgeving. Zo'n strak grijs plein uit, ja, 2015. En werk daarop uit 1959, wat zoveel meer, ja, warmte en expressie geeft als zo'n strak plein. Dat het, ja, ook voor de leerlingen die hier zeg maar wel wat teweeg zal brengen. Tenminste, dat hoop ik. Ja, en ik wil nog iets zeggen, dat creativiteit is eigenlijk de motor van ons zijn, vind ik. Het lijkt niet zo, maar dit is natuurlijk creatief, een kunstenaar is creatief, maar ieder mens moet op zijn manier ook een kunstenaar zijn. Hè? En dus daarom is het goed dat jongelui daar ook naar kijken en niet alleen naar de stoeptegels die hier zijn.